Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip 5. Gaat weer over lichaamshouding. Wat ik ook heb gezien en wat ik eigenlijk denk, zou je dat wel doen, is handen in de zakken. Iemand die was aan het vertellen met een microfoon en ondertussen andere hand in de zak. Ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar als je je handen in je zakken houdt, is dat eigenlijk een teken van nonchalance, een beetje zo van, ik sta er een beetje bij. Is niet echt fijn. En daarbij, als je hand in je zak hebt, kan die niks meer doen. Daar zit die dan. En je kunt dan niet weer goed iets overdragen. Wat zo belangrijk is voor je verhaal. Niet doen. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op, dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website en ik hoop tot ziens. Doei!